Goedemorgen. Kijk eens waar ik ben. Miami Beach achter mij. Echt een fantastische plek om te zijn. En ik ben hier voor een seminar van mijn coach Ilko de Boer. En ik ben hier en mijn coach en met hele fantastische ondernemers om de ruis uit mij te halen. En dan zul je denken, joh Carina, je vertelt altijd van de ruis uit je kast halen, zodat er alleen nog maar 9 centienen overblijven. En de ruis uit je huis halen. In huisgeluk, in mijn academy, heb ik een cursus huisgeluk, waarin ik je leer om de ruis uit je huis te halen, zodat daar echt die plek overblijft waar jij zo van geniet, zonder dat je de hele tijd op hoeft te ruimen en schoon hoeft te maken en constant maar bezig bent met al die spullen die je om je heen hebt verzameld. Maar weet je wat het interessante is? Ik ga even doorlopen een beetje in de schaduw. Wat het interessante is, als je ruis uit je systeem, uit je interne huis zeg maar, gaat halen. Dus dat ik zeg maar met kastgeluk de wereld inga, dat is niet omdat ik dat zomaar durfde. Dat ik dacht, nou, ik zet die camera aan en ik ga jullie eens even vertellen allemaal wat het met me heeft gedaan toen ik ben gestart met ontspullen. Dat is een proces namelijk. Dus voordat ik deze camera ooit kon aanzetten, zaten er heel veel woorden in mijn hoofd, in mijn lijf, in mijn systeem. En dat zie je eigenlijk bij iedereen. Maar ik was op dat moment mij steeds bewuster van de belemmering die ik had als ik die ruis niet uit mijn lijf ging halen. Dus de belemmering die ik had als ik niet leerde om ook te gaan ontspullen in mij. Dus ik ben aan de slag gegaan. En ik heb geweldige mensen om me heen gevonden die mij leerden dat bijvoorbeeld... Nou, neem even het voorbeeld van, er was vroeger een meisje die wat ouder was. Ik was denk ik 16, zij was 18, 19. En we waren samen in een winkel en zij zei... Nou, Carina, dat zwart, dat staat jou eigenlijk helemaal niet. En toen dacht ik, zwart staat mij niet? En ik was echt wel dol op zwart. En dat was ook lekker veilig. Dus het was echt en. Ik vond het mooi en het was veilig. En toen ben ik het daarna, omdat zij dat zei, ben ik iedere keer als ik zwart aan had, hoorde ik dat stemmetje van, ja, maar Carina, zwart staat jou eigenlijk helemaal niet. Dus ik dacht, zwart staat mij eigenlijk helemaal niet. En zo ontstaan er dus in ons hoofd, in ons brein eigenlijk, die grote computer, ontstaan er allemaal kleine bestandjes die eigenlijk zorgen dat jij iedere keer iets misschien vergeet waar je echt wel dol op bent, maar doordat iemand dat heeft gezegd, dat je daardoor in de war raakt. En dat bestandje, dat wordt daadwerkelijk op die harde schijf vastgelegd. Dus net een stuk gras waar je overheen loopt. De eerste keer is het nog een pad wat nog niet zo veel te zien is. Maar hoe vaker je dat zegt, hoe meer je dat gaat geloven. Nou, en dat vond ik, dat wist ik toen niet. Nu weet ik dat. Maar dat is een hele interessante. Dus in mijn boutique, in de winkel kwam ik het ook tegen. Ik kwam het tegen bij de dames die uit de paskamer kwamen. En dan had je bijvoorbeeld het stemmetje van, je bent te dik. Je bent niet lang genoeg. Je bent niet goed genoeg. En die zie je, ik zag op een gegeven moment het stemmetje zelfs in de spiegel. Want er kwam iemand uit de paskamer. En dan bijvoorbeeld ook dan even heel praktisch. Bijvoorbeeld een mooie flarebroek. En die heb je aan. En dat is best wel... als een flare te lang is, dan is dat eigenlijk gelijk al dat daar een afkeuring op komt. Want als je uit de paskamer komt en je hebt geen schoenen aan en je bent niet al te lang en je hebt die flare en je ziet ineens jou staan en je bent gewoon, die broek is veel te lang, dan is dat stemmetje van ik ben ook gewoon veel te klein, ja, dat is heftig. En dan wordt het ook nog eens een keer beeldend. In die spiegel zie je jezelf. Dus ik heb wel mensen horen zeggen, nou, ik lijk net een dwerg. En dan dacht ik, oh, wat erg. Dus dan had ik altijd het idee van, als mensen met een lange flare de paskamer ingaan, dan geef ik ze even schoenen mee. Dan geef ik ze bewust een hak mee, waardoor ze dat gevoel niet als eerste krijgen. Want die was heel bepalend.
die was niet bepalend dat ik dacht van, nou, dan gaan ze hem wel kopen. Maar ik vond vooral het interessante, dat was bepalend voor dat stemmetje. En als er dan, want er zit een mega verschil in, als je dan met een hak de paskamer uitkomt en het ziet eruit zoals het hoort, of je komt de paskamer uit op je sokken en je ziet jezelf staan en je denkt, nou, dit is helemaal niet mij. En kijk, ik ben veel te klein. Nou, daar zit dan heel veel verschil in. Dus ook daar zie je weer dat interne dialoog, dat interne systeem, die woorden die we gebruiken, hoe extreem dat eigenlijk kan zijn als je je daar niet van bewust bent. Nou, en in mijn inkoop, in mijn winkel, was het hetzelfde. Ik had bijvoorbeeld vroeger een hele dikke wollen trui. Die had ook nog eens een vriendin van mijn moeder had die gebreid. En die had er heel lang over gedaan. En ik dacht, ik vond hem eigenlijk in, toen, terwijl ze hem aan het breien was, heel erg tof. Dacht ik, oh, leuk, mooie kleuren. Maar toen hij af was, deed ik hem aan. En het was zo'n extreme kriebeltrui. Dat ik gewoon dacht van, maar hoe ga ik dit nou dragen? En ik wou hem eigenlijk, na één keer wou ik hem niet meer aan. En toen heb ik echt serieus, denk ik, het bestandje gemaakt wol kriebelt. Nou, dat is echt bizar. Dus ik heb jaren daarna geen wollen trui meer gedragen. En dat is echt heel gek. Want dat bestandje werd zo heftig dat toen ik een boutique kreeg, dat ik tegen mijn leveranciers zei, ja, maar ik draag gewoon ik wil geen wol inkopen, want wol kriebelt. En mijn klanten kunnen daar ook echt niet tegen. Iedereen zegt wol kriebelt. Dus ik was ook nog eens gaan geloven dat het voor iedereen zo was. Want dan ging ik mensen vragen, zei nee, wol kriebelt. Nou, dat was waarschijnlijk omdat ik het zo extreem dacht. En ik ergens een zinnetje gebruikte waardoor die ander ook dacht, oh ja, wol kriebelt. Toen ik echt aan de slag ging met mijn interne, dat die computer opschonen, zeg maar, die woorden eruit halen die niet klopten, dat was naar aanleiding van een hele simpele oefening bijvoorbeeld al om een moodboard te maken en om eens te kijken van, maar waar word ik dan wel heel blij van? En toen ontdekte ik ineens dat ik dus allemaal wol op mijn moodboard had staan. Ik vond dus blijkbaar wol heel mooi. En ik dacht, want ik had gepind zonder dat ik daar bewust van was wat ik ging pinnen. Dus ik ging gewoon lukraak pinnen. Nou, het was bizar wat ik zag staan. Ik zag gewoon allemaal hele mooie mohairs. Ik zag wol, ik zag rode pakken. Ik draag toevallig hier ook een rood pak, want ik heb mij voorgenomen in Miami echt in die rol te gaan staan. Om in die vrouw die in mij zit, die dit verhaal zo extreem graag naar buiten wil brengen. Daar zit iemand in die dat graag wil, dat ben ik. Maar door de woorden om je heen is dat wel eens dat je dan toch twijfelt van, ja, durf ik dit wel en doe ik het wel goed genoeg en bla bla bla. Nou, en dat even terugkomen weer op de wol, want ik heb een afslag genomen naar mijn rode pak. Die wol en die pakken en die hakken, dat vond ik heel interessant. Ik had ze eigenlijk allemaal niet in mijn kast. Nou, dat was zo gek. Dus toen ik realiseerde van, hey, ik moet aan de slag met die woorden. De taal die ik gebruik, dat is taal die ik misschien ooit heb opgevangen. Of iemand heeft het gezegd, of ik heb het bedacht, of er is iets gebeurd waardoor ik dat ben gaan geloven. Dat klopt helemaal niet. Dus die vorm van ontspullen is mega interessant. Ik ben dus voor mijn boutique, of na het moodboard, ben ik wol in gaan kopen. En ik weet nog de allereerste keer dat ik die trui droeg en voor een video in de winkel stond, of voor een live, en dat ik hem aandeed en dat ik de dames vertelde wat dat met mij deed. En ik zei, deze wol is zo zacht, het lijkt een donsje op mijn huid. En ik liet het ook zien dat er een soort, dat zat een soort ruimte tussen, waardoor ik het niet eens op mijn huid voelde, maar dat het heel behagelijk was. En niet te zwaar en niet te dik. En het was gewoon fantastisch. Dus toen had ik ineens, wat ik zelf zeg maar op dat moment deed, was de woorden geven aan mijn brein. En het gevoel klopte erbij en het plaatje klopte erbij. Dus in no time was het aan het vervagen dat ik dacht dat wol kriebelde. Ik was zwaar fan van wol aan het worden. En ik vond het bizar, want wat er daarna gebeurde is dat die dames die keken gingen massaal die trui kopen.
En ze zeiden allemaal hetzelfde. Want ze zeiden, wij herkenden ons in jou. Het wol kriebelt. En jij vertelde ineens, het is een donsje op je huid. En er zit een soort, het is niet te dik. Het is niet te warm. Dus ik hou heel erg van taal. Van de juiste woorden. Waardoor jij al voelt wat het misschien met mij doet. En voel jij datzelfde daarover. Dan zou het ook voor jou wat kunnen zijn. Dus taal is gewoon echt heel belangrijk. En wat ik je vandaag vooral echt wil meegeven is dat, dat ik er bewust voor heb gekozen. En daar ben ik elke dag nog mee aan het trainen. Dat als er woorden in mijn systeem zijn die niet mij zijn. Die ik eigenlijk niet leuk vind. Die te kritisch zijn. Die te afwijzend zijn. Die negatief zijn. En die wil ik gewoon niet meer in mijn systeem. Ik wil niet meer die computer, zeg maar, laten geloven dat dat waar is. Dus zodra er iets komt, ik stond deze week bijvoorbeeld met een man te praten. Die was heel erg, die was heel krachtig en die was heel zeker van zichzelf. En ik dacht, wow, dit is taal die ik nog niet ken, maar waarvan ik wel getriggerd ben van wat tof dat deze man echt staat waarvoor die staat. En die heeft waarschijnlijk veel minder last van die interne dialoog. Dus in deze aflevering wil ik je echt gewoon heel erg graag bewust laten worden van wees alert op de taal die jij gebruikt. Niet alleen praat, maar vooral ook die in die computer van je zit. Wees je daar bewust van. Draai even om zo. Heb ik de zon een beetje? Nee, ook niet. Dus wees je bewust van de taal. Want die taal die is gewoon heel bepalend voor wie je bent of wie je graag wil zijn. En ga jij vanaf vandaag nog aan de slag met, hey, er zit iets in mij. Of je hebt ook zoiets van, hey, zwart staat mij niet. Of een kleur staat mij niet. Even om terug te komen op dit rode pak. Dit rode pak, dat heb ik dus gekocht. Omdat ik dat op mijn moodboard zag staan. En ik dacht, een rood pak, maar waarom draag ik dat niet? Nou, dat zal ik je zeggen. Ik kom uit een klein dorp. En Carina draagt een rood pak. Daar komt ze aan met haar rode pak. Wat zullen ze wel niet zeggen? Dat waren de stemmetjes in mijn hoofd. Doe maar normaal. Dan doe je al goed, dan ben je al goed genoeg. En rood is veel te opvallend. Toen ik dat eigenlijk ging elimineren en dacht, wat nou als ik het gewoon een keer ga proberen? Want ik vind rood gewoon heel mooi. En ik zou hem het liefst inzetten wanneer ik die kracht van die kleur wil voelen. Dus wanneer ik bijvoorbeeld hier op moet staan en mijn verhaal mag vertellen. Of wanneer ik ging naar een seminar van iemand anders. En ik wou in die zaal een vraag stellen aan, ik geloof dat het Giel Beelen was. Ik wil een vraag stellen aan iemand. En ik dacht, ik ga opstaan in mijn rode pak. En het was heel bizar, want ik weet nog hoe ik aankwam, lopen. En ik dacht, ik voelde me fantastisch. Toen kwamen die stemmetjes, ik dacht, oh, dat is misschien veel te heftig. Straks kijkt iedereen je aan. En het omgekeerde gebeurde. Dus ik kwam binnen, ik straalde, ik had er zin in. Ik was alleen, dat vond ik niet erg. Ik denk, ik ontmoet vast allemaal leuke mensen. En dat gebeurde. En het mooie was dat ik heel veel positieve feedback kreeg op dat pak. Die zei, oh wat gaaf. Wat heb jij een mooi pak aan. Jij loopt vast vaak in kleur. Ik dacht, dat is helemaal niet waar. Maar het was gewoon heel bijzonder om te merken dat al die interne stemmetjes, dat dialoog wat ik met mezelf had, dat dus eigenlijk helemaal daar verdween. En dat ik dacht, het is echt dus altijd anders dan wat jij bent en ik ben gaan geloven. Dus ik sluit af op de hele mooie Miami Beach. Met een week waarin ik dus ook heel erg bezig ben geweest met de taal. En het 100% Carina zijn. 100% jezelf. Wie ben jij nou als je 100% jezelf bent? Kijk eens in die kast. Klopt die taal? Kijk eens in je huis. Klopt dat wel? Of is er veel te veel ruis? Veel te veel ruis in je huis en in je kast, waardoor jij niet eens meer echt voelt en ziet waar je heel erg gelukkig van wordt. Of waar je veel te veel prikkels van krijgt, waardoor je niet bij die echte ik kan komen. En kijk eens in je leven, in je baan. Is dat 100% jou?
En dat zijn gewoon hele interessante dingen om eens even, als je tijd hebt, om eens even in te duiken. En voor vandaag wens ik je gewoon hele mooie woorden voor jezelf. Lieve woorden. Inspirerende woorden. En zeg ze ook eens tegen een ander. Als ik een ander zie in de winkel, wat zie je er mooi uit? Wat straal jij? Wat ben je een fijn iemand? Ik zei deze week nog tegen iemand. Ik zei, als ik jou hoor praten, word ik dus heel rustig. Dus jij doet iets met mij. En zei, nou wat fijn dat je me dat zegt. Dat zegt niet zomaar iemand. Dus leer omgaan met de woorden in jouw interne systeem. Leer ontspullen wat negatief is en wat er echt niet hoort. En leer vooral woorden te geven aan jezelf en ook aan een ander die heel veel groei kunnen betekenen. Nou, daar sluit ik mee af. Lieve mensen, wil je veel meer van me weten? Volg mijn kanaal, want ik ben nog maar net begonnen. En ik heb er zoveel zin in om jullie te leren om alle ruis eruit te halen. En ik neem je mee op mijn reis. En ik hoop dat elk deel wat mij weer zo enorm heeft geraakt en heeft geholpen, jullie ook enorm kan helpen.